Je moet niet keuzevrijheid wegnemen. Dat vind ik ook manipulatie. Als de andere keuzes weg zijn genomen. Maar wat we als gedragsontwerpers doen, is proberen de betere keuze, of waar je mensen mee kunt helpen, iets makkelijker voor mensen te maken. Maar dat wil nog niet zeggen dat we de anderen verbieden.